En nu laten we weer alle teugels los om een half uurtje rond te toeren met vroomtuigen. Auto's, motto's, bromfietsen, als het maar wielen heeft, zou Mieke Schelderman zeggen. Dit is een programma in samenwerking met de olie van de koplopers. Dit is een splinternieuwe auto. We doen er gewone motorolie in. Dit is soms zelf de nieuwe auto. Daar doen we Mobil 1 in. Starten en rijden. De temperatuur in een motor loopt soms op tot 295 graden. Nu kost Mobil 1 wat meer. Maar weet u wat het kost als dit in uw motor gebeurt? Mobil 1. Is uw auto de extra bescherming niet waard? Deze week hebben we nu eens een ongewone bestuurder gevonden. Hij is in elk geval vrij uniek in Vlaanderen, want hij vervoert olifanten en soms zelfs kamelen. Aan het einde van de uitzending zie je hoe hij dat voor elkaar krijgt. Een flinke brok sport hebben we ook vanavond, want we volgen de IMSA-races van Amerika. Dat zijn races in bijna monsterachtige wagens, mag je wel zeggen. We hebben een verslag van het Goldwing-treffen. Het voertuig van de kijker is een Lincoln uit de jaren 30. Maar eerst onderwerpen we de Renault 19 aan de kritische blik van Mark Martens. Toen de vraag naar sportieve kleinere auto's een jaar of 10 geleden steeds groter werd, namen de meeste constructeurs simpelweg hun toevlucht tot het gebruik van een krachtige turbo op een bestaande motor. De GTI-klasse nam daardoor een forse groei, maar blonk niet uit in efficiëntie van zijn motoren. De jongste jaren schakelden de meeste constructeurs over naar nog krachtiger, maar technisch meer verfijnde viercilinders met 16 kleppen cilinderkoppen. Renault is een van de recentste nieuwkomers in deze klasse. Renault heeft eindelijk zijn 16-kleppenmotor klaar en die steekt in de 19-16V, de sportiefste uitvoering van deze inmiddels goedlopende middenklasser. Het wachten op die 16-klepper heeft erg lang geduurd, maar Renault heeft er dan ook een boeiend werkstuk van gemaakt. De bijna 1800 cc grote viercilinder presteert 140 pk voor een rijklaar wagengewicht van 1050 kg. Daarmee liggen goede prestaties voor de hand. Een sprint van 0 tot 100 in 8,2 seconden en een topsnelheid van 215 km per uur zijn in combinatie met een gemiddeld verbruik van slechts 8 liter zeer competitieve waarden. Deze Renault 19 16V is bovendien ook mooi van binnen. We hebben zelden of nooit in zo'n goede zetels gezeten die zoveel zijdelingse steun bieden voor dijen en lenden en die niettemin zeer comfortabel zijn. De Renault 19 in sportaankleding is duidelijk een van de meest opvallende elementen uit deze klasse. Omdat hij standaard voorzien is van een bodykit die je op de meeste andere merken slechts bij speciale tuners kunt kopen. En de kit ziet er ook nog goed verzorgd en afgewerkt uit. De 16-klepsversie van de Renault 19 is een zeer homogene auto geworden. De toevoeging van een hele race om opvallende spoilers heeft de wagen een agressievere look gegeven zonder nadelige aerodynamische gevolgen, vanwaar een hoge topsnelheid en gunstige verbruikscijfers. De wegligging vergt slechts in extreme omstandigheden een ervaren hand. De meeste moeilijkheden worden probleemloos door het onderstel verteerd. Ook de afwerking en de zithouding zijn goed. Twee problemen nochtans. De 19-16-klepper is een auto die je pas echt gaat appreciëren naarmate je er meer kilometers gaat mee rijden. Maar ABS zou standaard moeten zijn op dit soort auto's. Het grote nieuws is de nieuwe motor, de F16IE. Een juweeltje dat zowel prestaties levert als relatief zuinig met benzine omspringt. Je hebt weinig last van tractieverlies en doorspinnende wielen, zelfs wanneer het wegdek minder goed is. Je voelt ook weinig van de aandrijfkrachten in het bekrachtigde stuur.
Renault heeft een auto afgeleverd waarvoor de concurrentie moet gewaarschuwd worden. Want de 1916 V mikt recht in de roos. Je hebt niet het gevoel goede prestaties neer te zetten, tot je op de chronometer kijkt. Dat zorgt ervoor dat je als bestuurder niet voortdurend zit gas te geven, zodat je in veilige omstandigheden geniet van het beschikbare comfort. De Verenigde Staten zijn het gedroomde land voor de autosport. De bij ons bekende takken als de Formule 1, de Groep C en het wereldkampioenschap rally slaan daar nauwelijks aan. In plaats daarvan hebben de Amerikanen een aantal formules die enorm populair zijn. Je hebt bijvoorbeeld de Trans Am, waar mensen als Paul Newman jarenlang het mooie weer maakten. Een andere tak vormen de IMSA races, de eredivisie voor productiewagens. De IMSA is de snelst groeiende autosporttak in Amerika met een steeds groeiende aandacht van de constructeurs. In 1989 werd het kampioenschap volledig gedomineerd door de Ford Mercury Cougars en de Audi 90 Quattro's. De IMSA-races staan garant voor een mooi staaltje van close racing en keiharde duels tussen topteams zoals Ford, Audi en Nissan. De Amerikaanse piloten willen hoe dan ook finishen. En voor een kleinigheid als dit gaan ze zeker niet uit de weg. Audi won in 88 de Trans Am en bouwde voor 89 een IMSA GTO. Een wagen die enkel nog een silhouet heeft van een seriewagen. In dit geval een Audi 90 Quattro. Het hart van deze Quattro is een 24-klepper van 2,5 liter met turbo en intercooler. Een cocktail die aanvankelijk goed was voor 620 pk en later evolueerde tot 720 pk. Goed voor topsnelheden ver boven de 300 km per uur. De bedoeling van deze windtunneltest is niet zozeer om een geringe luchtweerstand te zoeken, dan wel om een ideale luchtgeleiding te bekomen. De luchtgeleiding, zowel boven als onder de wagen, moet optimaal bochtengedrag garanderen en ook een perfecte aan- en afvoer van de koellucht. Iemand als Stuck, een van de Audi-piloten, laat men hier tijdens de races liever niet voorbij steken. Maar Stuck zou Stuck niet zijn wanneer hij hier geen pasklaar antwoord op zou hebben.
De 15 IMSA-races worden verdeeld over heel Amerika en Canada. Wat het grote publiek vooral aanspreekt is de grote verscheidenheid. Vandaag een klassiek circuit en morgen een stratencircuit in Miami of San Antonio, Californië. De wedstrijden zelf variëren van 1 uur sprints tot 24 uur races. In de uithoudingsraces zijn de pitstops een boeiend schouwspel. 5 mensen houden zich met de auto bezig van zodra die binnenkomt. Vrije choreografie van 4 bandenkunstenaars, 1 tankspecialist en een dirigent. De Audi's van Stuck en Haywood waren het voorbije seizoen goed voor 6 overwinningen.